lokale middenstand gaan we vandaag op bezoek bij Heesbeen Attractieverhuur. En ik ga in gesprek met Jeffrey. Dit bedrijf, Attractieverhuur, Heesbeen Attractieverhuur, bestaat iets van 35 jaar. Ja, dat klopt. We doen het al heel lang. Mijn vader is er ooit mee begonnen. En die schreef zich in op zijn verjaardag op 4 augustus 1981. Dus we bestaan nu iets meer dan 40 jaar. Vorig jaar hadden we eigenlijk een jubileum. En dat kon niet gevierd worden? Nee, dat kon helaas niet gevierd worden. En waarom is hij in attractieverhuur? Dat is geen alledaagse business. Nee, eigenlijk was hij keurmeester van vee en vlees. En als ambtenaar had hij tijd over. En dan deed hij in die tijd encyclopedieën verkopen en tweedehands boeken. En dat deed hij bij de Beekse Bergen. Oh. En naast hem stond iemand die een suikerspin popcornwagen had. Wat? Suikers? Suikerspin en popcorn deed hij verkopen. Mm-hmm. En als die man naar de wc moet, deed mijn vader hem helpen. Of hij had een dagje vrij en andersom. En op die manier heeft hij toen bedacht, ik koop die wagen over. En is hij begonnen. Dus als... In het begin deden we alleen maar suikerspin en popcorn verkopen. Oké. Nou, bij ons is dat heel breed. We verhuren zelfs een geboortebord voor als er iemand geboren wordt. En eigenlijk is daarna alles te huur als iemand jarig is. Van springkussen tot draaimolen naar rodeo-stier als je wat ouder bent. En eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een feestje. Dus jullie hebben voor elk feestje een passende attractie? Jazeker. Voor elk feest kunnen we heel mooi invullen. Het enige wat wij niet doen is licht en geluid en echt de catering. Oké. En stel dat er komt een nieuw product in het assortiment. Proberen jullie dat zelf ook uit? Nou, we hebben samen 5 kinderen. Dus het ligt een beetje aan voor welke doelgroep hij bedoeld is. Ja. En die zitten in een hele mooie leeftijdscurve, zeg maar. Dus daar wordt altijd wel getest. Maar of ik er nou zelf overal nog iets doe, nou, die tijd heb ik gehad. Dat doe je niet meer? Nee. Okay. En waar worden die producten ingekocht? Heel divers. We hebben een paar Nederlandse producten en fabrikanten die heel goed zijn. Tegenwoordig komt ook heel veel helaas uit China. Dan is de kwaliteit wat minder, maar op zich de prijs is tegenwoordig aantrekkelijk. Mm-hmm. Duitsland maakt veel technische producten die verhuurd worden, omdat daar de machinebouw gewoon heel goed is. En wat bedoel je daar dan mee? Dus, want we hadden het over springkussens en draaimolens en dergelijke. Hè? Maar dat heeft weinig met techniek te maken. Ja, toch wel. Steeds meer zit er techniek in. En vroeger was alles echt mechanisch, maar tegenwoordig wordt alles aangedreven. Bijna door een computer of een chip of wat dan ook. Omdat er overal een programma op moet zitten of mensen willen tijdregistratie. Uh-huh. Dus dat gaat ook in onze branche steeds verder. Ja, ja. Maar goed, jullie verhuren ook een autobus en een aanhanger en dergelijke. Ja, wij verhuren die op zich wel. Alleen dat is, als je bij ons bijvoorbeeld een rodeo-stier huurt, en je hebt 3 manieren. Je kunt het bij ons ophalen, of wij brengen het bij jullie, of we verzorgen het met mensen erbij. En je komt het ophalen, dan heeft natuurlijk niet iedereen de mogelijkheid om zo'n groot ding op te halen. Dus dan plaatsen wij de rodeo-stier in een aanhanger, en verhuren wij een aanhanger erbij bij de rodeo-stier. Ja, ja. Het is gewoon een bepaalde service. Ja. Die daar... Ja. Ja, maar het gaat altijd van de attractie uit, zeg maar. En we hadden het net over die rodeo-stier. Laat je die mensen ook een beetje oefenen op dat ding, voordat ze in het park hier en nu De begeleiders zelf, bedoel je? Een problemen krijgen? Ja, uiteraard. Ja. Nee, dat hoort... Dat... Ja, zeker als je personeelsdagen hebt, zeg maar, dan worden heel veel dingen getest en geshowd, zeg maar, en uitgeprobeerd ook door onze medewerkers. Ja, ja. Ja, want je hebt het nu over medewerkers. Hoe is het personeel? Kom je nog makkelijk aan personeel? Nou, de aanwas is lastig. Vooral jongens van 16, 17 jaar, zeg maar. Maar degenen die hier al werken, die blijven allemaal trouw bij ons. Als wij ergens komen, is het altijd feest. En het is op zich een zelfstandige baan, want je vertrekt ergens met een auto naar een evenement ergens in Nederland of België, randje Duitsland. En die mensen zijn altijd blij als wij komen. En dus dat is ook heel erg leuk werk. Dus daarom is ons verloop, zeg maar, van degenen die eenmaal bij ons werken, klein. Wat betreft veiligheid, certificering en dergelijke, kun je me daar wat over vertellen? Ja, voorheen, zeg maar, dan praat ik echt over 20, 25 jaar geleden, moest alles veiliger. Dat is ook logisch, hè? Het werd groter, drukker in de branche. Mensen wilden bijzondere attracties. Uh-huh. En er hoort een stukje veiligheid bij.
De keuringsdienst van waren die houdt daar toezicht op. Dus tegenwoordig alle materialen die verhuurd zijn, die zijn gecertificeerd vooraf. Mm-hmm. En dat kun je een beetje vergelijken met een APK van een auto. En naarmate een attractie ouder wordt, dan moet je daar inspecties op toepassen, waardoor je een certificaat houdt. Mm-hmm. En dat brengt natuurlijk veiligheid met zich mee. We hebben dit jaar heel veel geluk gehad met de regen. Want weer is natuurlijk een heel invloedrijk goed bij ons. Dus het heeft maar heel weinig geregend dit jaar. Dat betekent dat er heel weinig nat terugkomt. Want als zo'n groot luchtkussen nat terugkomt, moet je hem altijd uitrollen, opblazen, schoonmaken, droogmaken vooral. Want hetzelfde met een handdoek. Als je die nat in de kast legt, dan kun je na een maand er ook niks mee. En dat werkt, of met een voortent van de camping, zeg maar. Dus dat moet hier ook. Maar gelukkig hebben we nog weinig hoeven dweilen. Is er iets heel bijzonders wat je over jouw bedrijf? Nou, wat wel heel leuk is, is dat mijn vader heeft het opgericht. Ik ben zeg maar de tweede generatie. En de derde generatie, mijn kinderen zijn tussen de 21 en de 17. En er begint ook langzaam de interesse te komen. Dus uiteindelijk zou ik het zelf wel heel leuk vinden als dat weer door zou gaan. Als je een opvolger hebt. Jazeker. Nou, heel veel succes. Het was een plezier om hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel.